Directeur van het psychiatrisch centrum Suriname PCS, Jitendra Jitten, is niet tevreden met de situatie bij de instelling. De directeur die sinds een jaar de scepter zwaait bij het PCS, stond journalisten gisteren te woord voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. Jitten zegt geprobeerd te hebben om sinds zijn aantreden de situatie te verbeteren, maar de middelen om de job te klaren zijn niet in voldoende mate beschikbaar. Nee, nooit. Je wil het zien. Toen ik daar kwam, heb ik gezegd dat ik ervoor ga vechten om het een gezonde situatie, om het op hogere niveaus te tillen. Maar dus, wat altijd een rol speelt, is je moet de middelen ervoor hebben. En daarmee vecht ik dus altijd. En men denkt dat ik hier werk bij. Ik ben er elke dag tot heel laat en we zitten wel echt te vechten met de middelen. Om modellen om de middelen vrij te krijgen. We weten dat het lang geen geld heeft. Dus ik probeer wel van waar het kan om het te halen. Natuurlijk, je gaat nooit blij zijn. Ik kan niet zeggen dat ik blij ben met de situatie, want ik zit in datzelfde ding. Jitten was gisteren bij waarnemend president Ronnie Brunswijk met het bestuur van de bond personeel bij het psychiatrisch centrum Suriname. De groep wilde een oplossing in de situatie met betrekking tot ontevredenheid van het personeel. De directeur merkt op te proberen een gezonde werksituatie te